Hoe is het ermee? Goed. Ja? Ja, sorry, ik probeer eigenlijk nooit zo te bellen. Ik draai automatisch jullie nummer. Hallo? Hallo? Hi, ik ben Iris. Hoi. Hey, hoe is ie? Ja, goed. Ja, wat goed. Ja, jullie nummer zit eigenlijk in mijn hoofd gebakken, merk ik. Ik ging nooit zo bellen en ik ga jullie bellen dus. Hoe is het? Ja, goed. Ja, met mij eigenlijk ook wel, op het moment. Ik geloof het niet zo eigenlijk. Nee, dat begrijp ik. De reden dat we geen contact hebben is in principe dat ik mijn kinderen voor jou wil afschermen. Omdat ik denk dat je volledig in de war bent en je wil jezelf er niet aan laten helpen. Ja. Hoe lang oud ben ik? Zo lang ben je in ieder geval al tegen jezelf aan het liegen. Jezelf in de maling aan het nemen en alle verhalen aan het verdraaien voor jezelf en tegenover anderen. Maar ik ga niet naar een psychiatrische inrichting. Nee, ik laat je wil me daar gewoon principieel niet naartoe. Nee, principieel niet. Als het moet, ga ik. Wanneer is dan die dag hier? Dat merk ik zelf wel. En hoe lang hebben die kinderen dan geen oma? Zo kort mogelijk, alsjeblieft. Tot jij wel eens merkt van, goh, nou, misschien toch wel. Ja, de dingen kun je pas doen als je er zelf achter staat, ja. Maar ik geloof er niet in dat jij dat vrijwillig gaat doen. Nou, dat geeft niet. Dan zal de tijd dat leren. Ja. Nou, ik hoop dat je de tijd hebt. Ik hoop het ook. Het is heel pijnlijk om te moeten horen, als jij niet naar een psychiatrische inrichting gaat, krijg jij je kleinkinderen niet te zien. Harder bestaat niet. En ze weten hoeveel ik van ze